terug. Het programma voor en door studenten. Vandaag maak je kennis met Nanne, misschien wel de leukste bartender van Groningen. Zie je in Loco een tweeling met een bijzondere hobby? En we nemen je mee naar de finale van het Groninger Studenten Cabaret Festival. Maar we beginnen met het studentennieuws. Dit is het Stug Studentenjournaal. De Rijksuniversiteit Groningen wenste deze week de schoonmaaksters onzichtbaar. De poetsploeg moet maar gaan boenen in de uren dat er niemand op school is. Dat betekent om 4 uur 's nachts op de fiets springen en haasten voordat de eerste studenten weer hard komen studeren. Schoonmaker Willem Bezema werd ontslagen na 27 jaar trouwe dienst. Geen veldje aan de lucht, dacht de rug, maar het begon te rommelen. De schoonmaaksters kwamen in actie en na overleg met de vakbond FNV mag Willem weer komen boenen en blijven de werktijden onveranderd. En dat is maar goed ook, want de meeste rugstudenten konden niks met de plannen. Het is eigenlijk een beetje onzin eigenlijk. Ik heb nooit last gehad van die schoonmaakers. Dus voor mij mogen ze ook best overdag schoonmaken. Nou, ik vind het eigenlijk een beetje onzin, want ze lopen eigenlijk nooit in de weg. Er is nooit echt veel last van. Of ze nou nu werken of 's avonds. Ik heb er altijd weinig van gemerkt. Het gaat er dan om, denk ik, dat de studenten daar last van zouden hebben. Maar hoeveel last kan je hebben van als iemand ergens staat te schoonmaken? Nee, ik heb er geen last van. Het stadsbestuur wil meer geld in het laadje krijgen. En dat is een nobel streven. Om dat te fixen bedacht de kerstverse coalitie een plan, namelijk fietsers betaald laten parkeren in het centrum. Of het een proefballonnetje of een absurd slecht getimede 1 april grap is van het college, laten we in het midden. Studerend Groningen ziet het betaald fietsparkeren in ieder geval niet zitten. Nou, dat zou vast niet werken, denk ik. Ik denk dat mensen de fietsen toch overal dan neerzetten. Ja, verschrikkelijk. Dat doe je toch niet? Denk jij dat het gaat werken? Nee, denk het niet. Ik denk dat je nog veel meer overlast krijgt van fietsen. Ja, dan wordt het natuurlijk minder chill voor ons. De jongens van de jongens zijn door het Jonge Hartenfestival gevraagd om in 1 maand tijd een voorstelling in elkaar te knallen voor het theaterfestival in november. Zo'n voorstelling kost natuurlijk wel wat geld. Door middel van crowdfunding proberen de jongens de voorstelling Trap te realiseren. Maar waarom zou je in godsnaam die paar van je studie overgebleven schamele eurocenten doneren aan een theatervoorstelling? Nou, omdat we een hele mooie voorstelling aan het maken zijn. We maken echt mooie spektakeltheater. Dus ik zou zeggen, kom sowieso kijken, ook al doneer je geen geld. Je moet geld doneren, omdat wij het anders niet kunnen maken. Hoe gaat dat nu? Redelijk, maar nog niet zo goed als het zou moeten. We moeten 3000 euro binnenhalen en we zitten nu op 1700. Wil jij de jongens nou ook steunen? Ga dan naar voordekunst.nl en draag jouw steentje bij. Het Jonge Hartenfestival loopt van 23 november tot en met 1 december. 4 More Years. Dinsdagnacht werd de superster Barack Obama herkozen als de president van de Verenigde Staten van Amerika. En daar hebben wij als hardwerkende Groningen studenten en brave Europese burgers natuurlijk vrijwel geen moer mee te maken. Waren het niet dat Michiel Klaassen, student journalistiek aan de rug, op dit moment stage loopt bij RTL in New York. En dat is awesome. Ik heb zelf natuurlijk vrij weinig van meegepakt. Ik was vooral binnen echt aan het werk. Ik ben ook maar een stagiair, dus ik heb vooral gerend en gevlogen om iedereen goed naar zin te maken, zorg dat iedereen had. Dus voor mij was de sfeer heel erg hard werken en zorgen dat je zo weinig mogelijk mensen in de weg loopt. De leukste bartender van Groningen. Mijn naam is Nanne Koops. Ik ben bartender in Café Verdiepen als kastelein. She tried to hide it by the faded denim clothes she wore. But I knew she'd never been inside a bar before. And I felt like a peasant. Mijn specialiteit is dat ik geen specialiteit heb, maar dat het generiek is. A cowboy once had a millionaire's dream. Lord, I love that lady wearing tight-fitting jeans. Er zijn een aantal mensen die op mij gestemd hebben als leukste bartender van Groningen. Ik vraag me af of dat zo is. Vind jij ook dat Nanne de leukste bartender van Groningen is? Ga naar leukstebartender.nl en stem op jouw favoriet.
Wist je dat jongeren het meest gevoelig zijn voor winterdipjes? Nee, wist ik niet. Ja, daar heb ik zelf ook wel last van. Nee, dat wist ik niet. Kan er best in komen. Nou ja, dat klopt wel. Ik geloof het heel erg. We zijn wel heel gevoelig voor drank. Ik heb er zelf niet zoveel last van eigenlijk. Je bent wel wat deprimerender dan in de zomer. Dus dan ga je 's ochtends weg om 8 uur, dan is het donker. Je bent de hele dag op school weer bezig. En je gaat naar huis om 5 uur en het is weer donker. Dit is gebleken uit de onderzoek van de zonnebankketen. Dat kan kloppen, ja. Ik ga zelf wel eens naar de zonnebank toe, dus dat heeft misschien wel invloed. Dat heeft wel invloed op mij, daar word ik wel vrolijker van, ja. Dat wist ik niet. Dat is gebleken uit een onderzoek waaraan 750 Nederlanders meededen. Daarvan kwam 60% in een dipje tijdens de wintermaanden. Een prima onderzoek. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Ja, maar mijn weerstand gaat dus ook omlaag. Oké. Ik heb wel pilletjes ervoor, dus... Ik ben altijd vrolijk, maar ik merk het ook. In Loco maak je kennis met bijzondere studenten met bijzondere talenten. Mijn naam is Robert Winters. Ik ben 19 jaar. Ik woon hier in Groningen. Ik studeer rechten aan de Hanse Hogeschool en mijn passie is trompet spelen. En mijn naam is Bartje Winters. Ik ben 19 jaar. Ik woon ook in Groningen. Studeer rechten aan de Hanse Hogeschool en mijn passie is ook trompet spelen. Nou, bij trompetspelen is natuurlijk de uitdaging om je gevoel over te brengen. En dat kan natuurlijk zeker met instrument. Je kan een heel vrolijk stuk spelen voor de mensen. En dan kun je de mensen laten tonen dat je heel erg vrolijk bent. Maar je kan ook weer een heel gedragen stuk of een heel zwaar stuk spelen. Dat is natuurlijk altijd de uitdaging om dat over te brengen aan mensen. Ja, het is natuurlijk de grootste uitdaging om onze emoties over te brengen naar het publiek. En het is altijd fijn als ze na afloop van een optreden of een concert naar ons toe komen om te zeggen dat ze het geweldig en mooi vonden. En dat is natuurlijk veel oefenen waard. De studierechten voor mij is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ik wil dat graag afmaken en daar later mee doorgaan. Op het gebied van advocatuur of notarieel recht. Trompetspelen doe ik er gewoon bij om een beetje stoom af te blazen naar een hard week studeren of werken. De combinatie studie en trompetspelen is natuurlijk heel goed mogelijk. De studie doen we gewoon lekker door de week, lekker veel leren. En natuurlijk in het weekend kan je mooi trompet spelen. En de studie is natuurlijk het hoofddoel en trompet komt er mooi naast. En dat, die combinatie is heel goed mogelijk. Het 26e Groningen Studenten Cabaret Festival is afgesloten met een mooie, spannende en vooral fantastische avond die uiteindelijk twee winnaars heeft opgeleverd. Julie Kafmeijer won de persoonlijkheidsprijs en Kortijn Tonkes was de grote winnaar die zowel de jury als de publieksprijs in de wacht sleepte. Ik vond het over het algemeen wel een goede finale. Ik ben, mijn huisgenootjes zijn 3 jaar geleden ook geweest en vorig jaar ook. En zeiden dit is wel een van de betere finales die ze meegemaakt hebben. Dus ik ben in de prijzen gevallen, denk ik. Oké, volgend jaar weer? Ja, ik ga volgend jaar zeker weer. Als ik kan, ga ik zeker weer, ja. Het is zo gek om humor te vergelijken. En vorig jaar zat ik er zelf middenin en nu ben ik toeschouwer. Dus dan is het wel, daar kijk je er heel anders tegenaan. Op wie heb je gestemd? Ik heb ook Kortijn gestemd. Ik vond het gewoon een heel erg leuk verhaal. Het was gewoon allemaal heel goed in elkaar gezet, heel grappig. Hij zit zichzelf ook wel goed voor schut. Dat is ook altijd wel erg leuk. Dus dat vond ik gewoon het grappigste. Het is voor de veiligheid, toch? Dus ik wil graag de extra veilig. U bedoelt de ultra safe? Ik zo, ja, ik bedoel de ultra safe. Ze zei, nou, helemaal goed. Dus hij draait zich om, mijn hand gaat naar het schap. Maar dan gaat de hand weer terug. Ze draait zich om. Begint me een beetje onderzoekend aan te kijken. En zegt dan, ja, maar wilt u dan groot of klein? En ik denk, hè? Dit is gek, toch? Ik vond het een gekke vraag. Of was het alleen maar omdat ik kon kiezen tussen groot en klein, vond ik het een rare vraag.
Dus ik probeer ook nog, toch gewoon hardop, midden in die rij, midden in die etels, iets te zeggen van, gemiddeld. En die vrouw, nee, groot of klein. Dus ik, oké, klein. Kan mij het geen, klein, doe maar klein. Ja, nou en? Krijg ik zo'n pakje condooms. Kortijn Tonkes. Dankjewel. Yo, Martijn, van harte gefeliciteerd. Hoe is het? Ja, geweldig. Ja, super tof. Ben er heel, heel blij mee. Ja, je hebt de publieksprijs en de juryprijs gewonnen. Waar ben je het meest blij mee? Geen flauw. Ik vind de juryprijs vind ik wel heel bijzonder. Maar dat kwam ook, ik vond het juryrapport wat er dan bij zit, vond ik heel erg mooi. Dus ik was met name dat rapport al heel erg geraakt. Ik vond het zo tof dat ze dan zulke dingen over je programma zeggen. Kun je kort vertellen, even wat veren in je eigen reeds tegen, wat ze gezegd hebben? Oh, ik heb geen flauw idee meer. Ik stond erachter, ik heb het gehoord. Ik werd er heel blij van. Wat er is gezegd, letterlijk niet. Ik weet het echt niet. Volgens mij zeiden ze dat je aan de vooravond stond van een grootse carrière. Zoiets. Ja. Nou ja, daar droom je natuurlijk wel van. Het meest intrigerende persoon op dit festival, Julie Kafmeij. Dank je wel. Julie Kafmeijer, hallo. Dank je. Gefeliciteerd. Hoe voel je? Super blij. Echt, ik ben heel blij. Ik vind het heel bijzonder dat Harry Kies de juryrapporten voorlas. En dat er best veel goede dingen in stonden. En voor mij, ja, dat is gewoon super speciaal. Na zo'n hard werken, geeft dat echt een kers op de taart om dan die prijs in ontvangst te mogen nemen. Dat is echt heel bijzonder. Persoonlijkheidsprijs, wat betekent dat voor jou? Ja, voor mij betekent het dat er iets goeds stond op het toneel. En dat daar nog wel veel aan kan gebeuren en aan kan gewerkt worden. Maar dat er wel een snaar is geraakt. En dat is wel wat ik wilde. Ik ben de prinses, de kinky prinses die voor feminisme vecht. Welkom in de pijn. Mijn potentiële prins die zich meestal of hopelijk na 12 uur, en als hij niet al te slecht gezind is en dan achtervoor goed geslapen heeft en zijn vrouw nog niet bevredigd heeft en zijn vitaminekuur op tijd heeft ingenomen en heeft gepresteerd op het werk en zijn favoriete voetbalploeg heeft gewonnen en mij nog steeds aantrekkelijk vindt. Aan mij bindt. Marnix, voorzitter van het grote festival. Het is voorbij, hoe voel je? Ja, helaas, jammer. Het is voorbij natuurlijk. Hij leeft er al wel een jaar naartoe. Dus het is wel mooi dat de finale dan geweest is. En gemengde gevoelens. Ja, jullie hebben de afgelopen dagen 24 uur per dag waren jullie bezig ongeveer. Ja, in je hoofd alleen al, zeg maar. Het is niet eens dat je zo heel veel te doen hebt. Maar het is meer dat je in je hoofd gewoon weet van, je bent gewoon, ik moet daar een vergadering heb ik daar. Of ik heb daar een afspraak nog. Dus je bent er met je hoofd constant mee bezig. Gewoon. En dan is het nu. En dan is het aan de ene kant super mooi dat het echt fantastisch was, dat festival. Alleen maar complimenten van iedereen. En aan de andere kant is het jammer, want het is gewoon klaar nu. Helaas. Hoe ga je dat zwarte gat opvullen? Ja, heel veel vakken moet ik nu inhalen. Dus dat gaat helemaal vanzelf. Ja. Hoor je mij of niet? Ja?